helemaal niet door, Stijn. Ik ontvang al 5 jaar rapporten van jou van Clear to Pay en FIS over instant payment. En het lijkt alsof het er nu echt ziet aan te komen. Van, hoe voel je daarbij? Ja, nee, dit is fantastisch. Ik ben heel blij. Ik heb ellenlang geschreven over de innovatiekracht van instant payments. En met name over business cases in het buitenland. En al nu gaat het toch echt gebeuren, ook in mijn eigen land. Hoe ambitieus is Nederland nou eigenlijk? Nederland, als je wereldwijd bekijkt, is Nederland relatief behoorlijk ambitieus. Vooral als je kijkt naar de 5-seconden-regel. We moeten vooral naar de innovatiekracht gaan kijken van instant payments. En die zit vooral, vind ik, niet bij de consument, maar bij het zakelijke en kleinzakelijke bedrijf. Die kunnen er enorm benefit van hebben. Dus banken gaan daar nou diensten voor bouwen. En het echte geweld breekt natuurlijk pas los als we instant payments gaan combineren met open banking. Als je alleen maar sneller gaat, dan ga je naar de race to zero. En die kost alleen maar geld. En als we met z'n allen echt gewoon systemen gaan bouwen, ik noem maar wat, met een request to pay, collect to pay, invoice erbij, via de e-mail versturen, een instant payment aan de onderkant, dan ga je zoveel waarde creëren, vooral voor de SME community. Ja. En laten we eerlijk zijn, die hebben het hardste verdiend dat de banken nou ook eens echt aan hun gaan denken. Ja. Het kantoortje om de leges te betalen was dicht. En een schipper verloor dan gewoon 3-4 dagen voordat het weer maandag was en hij zijn stempel kon halen. En nu krijgt hij gewoon via e-mail een request to pay met een instant payment. Hij betaalt. Hij heeft mensen die helpen lossen. Ik zie voor me dat een SME, een ondernemer, niet langer meer hoeft te rommelen met een stel apps die misschien handig zijn. Met een bankaccount waar je maar een paar dingen mee kan doen. En dan ook nog een boethoudpakket en s'avonds zit je alles lekker te synchroniseren. Ik zie dat de bank een centrale rol kan gaan spelen als orchestrator. En die kan de app-functies kan hij binnen zijn werkgebied brengen. En hij kan eigenlijk ook de accounting package binnen zijn rekening courant relatie met die klant halen. En dan heeft die klant 1 dashboard en dat heet My ING, My Volksbank, My whatever. Klant blij. Bank heeft zijn R&D-spend neergelegd bij de fintech. Ja. Iedereen blijer. Oké, volgende stap.